De komende jaren wordt het in Den Haag niet beter met het kabinet wat er nu zit. En daarom zijn deze verkiezingen zo extra belangrijk. En is er ook echt hoop. En we staan hier in Utrecht, wat ik ontzettend leuk vind. Omdat ik hier kan vertellen, rechtstreeks met een wethouder die wij hier hebben, die het verschil weet te maken. Door te zeggen, u kunt van alles bedacht hebben in Den Haag. U zoekt het maar uit. Wij zoeken gewoon de grenzen op van wat er kan. En als we die grens hebben gevonden, gaan we er ook nog een klein stapje overheen ook. Wij laten mensen niet wegrotten in een uitkering. Of met wantrouwen benaderen. En als een jong iemand bij ons komt, zeggen we niet eerst, ga eens maar eens even een maandje zelf je best doen. Dan helpen we je gelijk. Esma Lala in Tilburg doet dat net zo goed. Er wordt met veel bombarie wordt er 200 miljoen aangekondigd. Dat iedereen die een uitkering heeft met een laag inkomen 200 euro kan krijgen. Maar de wet is nog niet af. En Esma was de eerste in Nederland die zei, weet je wat wij gaan doen? Wij gaan het gewoon betalen. Want die mensen kunnen niet wachten. Maar het is ook Rutger Groot-Wassink die zegt, die kostendelersnorm, daar gaan we ook korte metten mee maken. En het gebeurt op steeds meer plekken in het land. Het laat zien dat het uitmaakt wie er in je stadsbestuur zit. Of dat GroenLinksers zijn, of dat het anderen zijn. En iedere stem op dit moment telt, want het maakt gewoon uit. Of Julia straks het initiatief heeft aan die formatietafel, of dat D66 het initiatief heeft. Of het rechtsaf gaat, of dat we linksaf gaan. Want vergis je niet, D66 is een bondgenoot. Maar links zijn ze niet. Op heel veel onderwerpen kunnen we met ze samenwerken. En dat zullen we blijven doen. En ik zal altijd mijn hand blijven uitsteken, want ik geloof in een sterke progressieve beweging in Nederland. En daar horen ze wat mij betreft bij. Maar rechts zijn ze wel. Ik hoef maar naar de woningmarkt te kijken. Hoe zij daarmee omgaan. Bij middenhuren denken zij dat 1200 euro wel een beetje middenhuur is. Dat is het niet. Vergis je niet. Vergis je niet. En we werken graag met ze samen. Maar ik doe dat wel het liefst als wij het grootste zijn en het initiatief kunnen nemen. Dus de komende dagen zet alles op alles om die laatste stemmen binnen te halen. Want iedere stem doet ertoe.